allemaal, welkom weer om een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En klik ook alsjeblieft ook op het belletje. En een dankjewel. We hebben al 510 abonnees op 3 uur, 's nachts en 18 minuten. Ja, ik ben dus nog echt aan mijn vlog bezig. Het is al redelijk laat. Ik ga ook zometeen slapen. Jullie zien ook dat ik echt redelijk fel ben verbrand. Ja, moet kunnen, zal ik zeggen. En waarom kan ik het nu niet herinneren? Oké, dus ik ga nu zometeen mijn filmpje nog op renderen drukken. En dan ben ik slaap, dat ik dan morgen vroeg, als ik opsta, het eerste wat ik dan doe, is... Ik ga het zo doen. Is... mijn vlog uploaden. Ik kom er zelfs niet meer op mijn woorden. Ik ben echt stiek kapot. Ik heb rondgereden. Echt, het was een hele leuke dag met mijn schatje. Oei, ik moet het op een andere harde schijf gaan renderen. Laat hem opslaan. Ai. Maar ja, ik zie jullie dus morgen vroeg terug. Ik ga slapen. Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen. En via deze vlog, dus begin van een vlog, wil ik mijn excuses wel aanbieden. Van mijn allereerste giveaway video van deze maand, die nu offline is gehaald, dat er iets is misgelopen. Mijn excuses daarvoor, maar ik ga u één ding zeggen, dat kan dus altijd eens gebeuren. Kan altijd eens gebeuren. Dus... En ik heb ook daar heel zware spijt van dat het er wat misgelopen is. Wou ik een meisje hier voorbij laten, dan profiteert er in een auto in een keer voor mij in te schieten. Toppie. Oké, ik heb hier mijn externe harde schijfje bij. Mijn laptop ligt in de koffer. Ik ga dus bij mijn schatje Bea, ga ik mijn vlog herinneren. Ik heb het al 2 maal toe geprobeerd. Oh, sorry. Ik heb het al 2 maal toe geprobeerd om, zeg het, om mijn video te herinneren. Mislukt. Computer crash. Want het is een klein beetje, al de bestandjes samen was een 20,5 gigabyte groot. Dat was iets te groot volgens mijn computer. Die wil daar dus niet meer door werken. Dus dan gaan we dat maar eens doen bij mijn schatje Beakke. Eens kijken, ja, ik kan erover. Voilà. Dus dan weten jullie dat. Dus ik ben nu onderweg naar mijn schatje Bea toe. Voordat ik vertrok naar Bea toe, heb ik ook nog een foto getrokken voor mijn giveaway. Hier krijgen jullie omhoog dat het toch wel is mislukt in een tip van de sluier. Het is een Opel Corsa. Bouwjaar, I don't fucking know. Hoeveel pk dat deze auto heeft, I fucking know. Bij mij is dat zo. Het is wel een rijdruk rond, toppie! Nee, bij mij is dat zo. Als de wagen maar kan rijden, dan ben ik al heel blij. Als ik me maar ook kan verplaatsen, ben ik al heel blij. Kan ik dat ergens opzoeken? Ik weet het niet.
misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En ik was er in een auto heel snel al achter mij. En ga ik naar een andere reishoek, dan ziet hij mij nu nog niet meer. Oké. Voilà. Ik ben nu al hier al aan de oude Frans Billen aangekomen. Frans Billen bestaat niet meer. Ik zal het zo zeggen, hij is ermee gestopt. Want ik zie toch hier echt niks meer hangen. Ook van boven is alles weggehaald. Maar de auto's staan hier nog wel. Wat eigenlijk wel echt hele mooie auto's zijn. Ik moet eens vragen, als ik eens hier toch eens binnen kan, toch eens om te filmen. Want het zijn toch echt hele mooie oldtimerkens hoor. Dat moet ik wel eerlijk toegeven, het zijn wel echt hele mooie oldtimerkens. Voilà. Ik ga jullie nu laten, ik ben bijna bij BBA. Laat het nooit te laat, oh 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 eh oh. Laat het nooit te laat, oh 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 eh oh. Nou is het nooit te laat. Laat het nooit te laat, oh 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 eh oh. Laat het nooit te laat, oh 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 eh oh. Ik zou heel graag het jullie horen met laat speciaal voor mijn mama en mijn zus die nog steeds naar de optredens gaan. Daag! Laat je nooit te laat, oh 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 eh oh. Laat je nooit te laat, oh oh oh. Ik ben nooit voor jou, is het nooit te laat. Dat zingen we toch allemaal mee. Get ready en laat bij Q Music. Zo mensen, ik ben weg van Verano's Summer Bar. Maar ik heb een beetje slecht nieuws over Verano's Summer Bar. Slecht nieuws en goed nieuws. Slechte nieuws is, met deze mooie tijden gaat Verano's Zomerbar morgen sowieso toe. Dus morgen is de, ja, vandaag is de laatste dag dat je ijsjes kon gaan halen bij Verano's Zomerbar. Dan gaat het gesloten zijn tot en met de 18e juni. Om willen van verbouwingswerken. Ja, ik en Jurgen, eigenlijk Jurgen's Christmas House of Verano's Zomerbar, wij werken een klein beetje samen, wij maken een klein beetje reclame onder elkaar. Daarbij gooi ik zijn naam ook in mijn vlog. En ik heb daar ook toestemming voor. Dan, het goede nieuws is, hij heeft mij ook uitgenodigd bij de heropening van Verano's Summer Bar.
voor te komen filmen. En dat zal ik wel komen doen. Dus, weer om eens naar uit te kijken. Yes, 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 yes. Snelle baan, trage baan? Snelle baan. Oké. Okay. Dus ik ga nu verder rijden, dus ik zie jullie allemaal straks terug. Het gaat nog altijd niet goed met mij. Ik heb vandaag dus een zonnesteek of een zonneslag opgelopen. Jullie zien het ook wel hoe rood dat ik ben. Ook in mijn nek. Toen ik van Varano, sorry als ik niet op mijn woorden kom. Verano's sommerbar kwam tussen de rode lichten van Alken en Slammerserik heb ik al even aan de kant moeten gaan staan voor heel zwaar te hoesten. En dan de tweede keer begon ik echt weg te draaien al aan de record. Toen ik aan het rijden was, had ik me heel snel ook terug aan de kant gezet. Heel kort bij BH thuis. Ik ben daar gewoon uitgestapt en ik ben gewoon op de grond gevallen van dat ik het gewoon te warm heb gehad. Dit hoort nu ook eenmaal bij het leven. Ziek zijn, dingen oplopen, wat niet leuk is. Ook als ik ziek ben, je ziet wel, blijf ik vloggen. Omhoog van dat ik de kijkers ook heel graag heb. Ook als ze soms ook heel moeilijk doen op Discord. Ik blijf jullie graag hebben. Ik ben zo moe. Sorry als het misschien geen lange vlog is geworden. Of misschien geen outro. Dus sorry daarvoor. Ik kan me ook heel moeilijk wakker houden. Ik heb zelfs een soepje eten, tomatensoepje. Met wat beschuit. Ik heb ook vandaag een paar citaknolletjes gekregen van mijn schat. Dankjewel daarvoor. De warmte is wel weg aan mijn kop. Maar ik heb het niet alleen nog maar heel zware kop in. En ik hoop dat de vitamintjes wat in die tomatensoep zit, echt mee gaat deugd doen. Schat? Ja? Ik kan niet met de soep, maar ik heb de deur open. Oké. Ik moet de deur gaan open doen, omwille van dat de soep daar is. Zie je dus hoe goed dat mijn schat mee verzorgt. Zal ik dat maar eens even gaan doen. Ja, ik zit hier, het is buiten met een deken dat ik het koud heb. Door mijn warmte. Ik ga even de deur open doen, dus tot zo. Ik heb ook net vernomen, ook van mijn schat. Je ziet nu mensen een keer van, klik, hier staat nu een soepkom. Dankjewel mijn schat voor lekker warme soep te geven aan mij. En goed te verzorgen aan mij. Dat doe ik altijd in mijn soep. Jawel, beschuitjes. Ik hoop dat het rap beter gaat ook bij mij. Ik eet over de ganse tafel. Dus ik doe dat dus allemaal in zo'n kleine stukjes en dan hup. Ik sop daar niet in. Ik laat dat dan zo weken dat dat echt zo heel mal is. Moet jullie ook eens doen, dat is lekker. Heerlijk. Dus zo hebben jullie dan toch nog in een vlog. Dan heb ik ook nog goed nieuws. Mijn schat,
Die wil subiet ook nog even in de vlog komen. Maar die is nog even bezig met haar eten. Dus ik zal u zeggen tot zelfs, want ze wil er ook nog even in komen. Ik kan nu een lekkere tomatensoep met balkjes eten, hopelijk. Ik ga het ermee wat bevallen. Oh. Wat ik al wel ga doen, mensen. Ja, die ligt op de grond trekken. Ja. Daar zag ze weer, daar zag ze weer, mensen. Daar zag ze weer. Maar het is ook wel warm aan de bolk dan het geraken. Gaat het nog vandaag regenen of zo? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ja, ik ga eten en dan zien we zelfs elkaar terug met, jawel, met Bea. Schatje, wat heb jij voor jou klaargemaakt? Dat heb je net ook al gevraagd, toch? Ah ja, mag ik het laten zien aan de kijkers? Ja. Oké, kijk eens hier. Rijst met spinazie en gehakt. Ja. Laat het smaken. Dank u. En schatje. Ja. Dank je wel. Hier zit dus een wespje. Oké. Okay. Dank je wel dat je mij zo goed wou bent aan te zorgen. Schat, doe je handen omhoog, want die is terug naar u. Aan die kant. Die was naar u aan het komen. Oh, oké, okay, maakt niet uit. Laat het u smaken, schat. En heel veel bedankt dat je mij echt aan het helpen bent. Dat is graag gedaan, schat. Voor u heb ik alles over. Laat het nu smaken, hè. Goedemorgen. Jawel, mijn schat heeft mij wakker gebeld. Ik ben nog niet goed wakker. Waarom heb ik mijn schat opgebeld? Voor haar kabelke. Ik moet nu nog gaan brengen. Dan zal dat maar eens gaan doen, hè. Want zij is deze kabelke vergeten. Uit mijn auto en is haar gsm PLAT. Plat. Dat zei. Ja. Goedemorgen allemaal. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie het op de hoogte. Als er een nieuwe vlog online komt, of een nieuwe video, noem maar op. En dan zijn we het gesprek deze avond. Ik ga, zeg het, ook nog mijn appartement nog schoonmaken, maar ik weet ook sowieso dat ik nog even naar huis ga, dat ik nog wat ga rusten. Want je dood wordt, dat wordt je hoort het ook aan mijn stem, ik ben nog moe. Als ik nog moe ben, dan ga ik nog even wat liggen. Ik ga nu op mijn schat naar de winkel. En dan heeft hij geen gsm. Oei, 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 oei. Allee. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Want ik ga nog even moeten opletten op de baan. Ik hoop dat het wel allemaal goed voor veilig en wel bij mijn schatje aan te komen. Oh. Ik heb zo'n ontzettend honger. En ik heb ook nog altijd dorst, want ik heb nog niets gegeten en niet gedronken. Ik ben gewoon direct opgestaan. Ik heb mijn kleren aangesprongen en dan ben ik direct naar haar gegaan. Wat eigenlijk misschien niet verstandig is. Ik weet dat niet. Ik heb nog met mijn halve slapende kop nog gereden. Oké, dan. Dan gaan we dat doen, hè. Zie je allemaal zelfs terug, goed? Ja, you. Kijk waar die zit. Ah, die zit in de kabinetje. Ik ben dan tegen die brievenbus aan. Ja, voilà.
Nou man. Die kabinetje die zat toch wel echt goed vol. Dus ik ben nu de kabel gaan brengen. Het gaat nog niet goed. Het gaat niet goed bij mij. Ik moet nog precies overgeven. En dat is niet goed. Dus, eerste grote tip wat ik ga wat geven. Oh, laat me denken. Eerste grote tip wat ik u ga geven is... blijf uit de zon. Deze zon is echt gevaarlijk, blijkbaar. Want je kunt je heel rap verbranden. Smeer je ook in. Is een tip gegeven. Voldoende insmeren. Voldoende drinken. Dat ga ik ook doen. Voldoende drinken. Ik ga water koud zetten. Ook zelfs voor het gesprek. Ik heb ook duidelijkheid dat mijn begeleidster komt al om 3:45. Op Cordium komt om... Cordium komt om 4:45. 5:00, 4:45. Ja, dan kan ik mijn... dan kan ik ook weer mijn eten niet gaan uithalen. God... Ja... Het gaat heel laat worden dat we mijn eten gaan hebben dan. Ja, mijn mama is, gaat weer koken voor mij. Yay! Dankjewel mama. Maar ik kan niet opletten op de baan. Yo. Mensen, kleine update. Ik ben even heel snel ook de ramen aan te doen. Voilà. Het is 9:56 en het is al 31 graden. Het gaat echt heel warm worden vandaag. En het raarste van al is, en op mijn notteke staat 9:56, 23 graden. Maar in de volle zon is het nu al 31 graden. Wat gaat dat worden vandaag? In de sauna? Denk het wel. Allee, maar ja, ik ben nu onderweg terug naar mijn thuis toe.